Broeders en zusters, vandaag wil ik je dank uitspreken aan kapitein Zeppers en hun Café Chantant. 35 jaar heeft het Café Chantant daar bestaan. Vele Amsterdammers hebben daar opgetreden. En nu is het opgehouden. Het is ter ziele. Dit monument in de binnenstad, dit echte Amsterdamse gebeuren waar vele mensen enorm veel plezier aan hebben beleefd. En wij blikken hier even terug met een van de artiesten die daar kind in huis was, zich daar als een vis in het water voelde. Kabir Nurmuhammad. Herinner je nog, Kabir, de eerste keer dat je in Zeppers wilde gaan optreden? Hoe lang is dat geleden ongeveer? Nou ja, dat herinner ik me wel goed. Dat was iets langer dan 10 jaar. Ik denk 11, 12 jaar geleden, zoiets. En wat ik mij daar nog heel goed van herinner, is hoe warm ik werd ontvangen door Bob en Claire. Dat zijn degenen die het organiseren, de eigenaars. Ja. De eigenaar en eigenaresse. Want ik kreeg een tip van iemand en die zei van, ja, dat kapitein Zeppels, dat Café Chantant, dat is volgens mij wel iets voor jou. Ik zat in die tijd niet zo lekker in mijn vel, een beetje depressiever en aan de drank. En goed, ik had me dus opgegeven. Ik kreeg een lijst met liedjes en ik voelde mijn naam in. Ik denk, nou, weet je, die mensen kennen me niet, ze weten niet wie ik ben, dus ik denk niet dat ik word uitgenodigd. En tot mijn grote verbazing kreeg ik meteen een mailtje terug en ik was welkom bij de eerstvolgende repetitie. En Bob stond me daar op te wachten. We gingen naar boven om te repeteren en ja, dat warm welkom, dat zal ik nooit vergeten. Ach ja, ik heb een ben. En de dag daarna was het optreden en ik zong, als ik me goed herinner, ik voel mezelf verdomd alleen en zo voelde ik me ook, ik voel mezelf verdomd alleen. Dus het liedje kwam echt uit mijn tenen. En dat applaus na afloop, dat is ook iets wat me altijd bij zal blijven, want er komt dan ook een heel warm publiek, komt daar ook. En het dak ging eraf en ik weet nog heel goed dat Bob na dat liedje zei, nadat ik dat applaus had ontvangen, sprak hij de mooie woorden, je bent helemaal niet verdomd alleen, je bent van ons. Zelden eigenlijk. Dus het was voor mij ook, ja, behalve het soort van optreden, ook echt genieten van de andere zangers en zangeressen. En ja, van die fantastische mensen die daar komen. Dat was echt een heel, heel bijzonder iets. En alleen al het feit al dat de burgemeester van Amsterdam, Van der Laan, en de grootste schorrie Morrie Uitebaumer, dat ben ik, dat die daar met evenveel warmte en liefde werden ontvangen. Evenals alle andere gasten die daar komen, ja, dat zegt wel heel veel, ja. Heel bijzonder, ja. Chantant heeft 35 jaar bestaan. Ja. Heeft een plaatsje in het hart van veel Amsterdammers. Ga je het erg missen? Nou, zeker, zeker, zeker. Toen ik het hoorde was ik wel een klein beetje van slag eigenlijk. Want het is voor mij ook echt uitgaan en echt even onder de mensen zijn. Dus het is ook mijn maandelijks uitje. Dus ja, dat is er nou niet meer. Ja. En kijk, ik kom er al zoveel jaren, dus ik heb best wel veel meegemaakt. In al die jaren dat ik er kom, mindere periodes. Het heeft me ook geholpen om weer op te krabbelen.
de sfeer en die mensen. Dus ja, dat gaat wel heel veel door me heen als ik daaraan terugdenk, ja. En toch, ik heb nog hoop, want er is toch nog steeds een morgen. En dan, als geluk dan komt, dan zal ik altijd. Dus eigenlijk ben je Bob en Claire heel erg dankbaar en spreek maar tot via de camera. Nou ja, ik ben ze zeer, zeer, zeer dankbaar en dat weten ze denk ik ook wel. En nou, lieve Bob en Claire, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie warm welkom elke keer. En ja, kijk, ik kan het nu wel zeggen, want het is nu toch voorbij. Het was zelfs al in mijn mindere periodes dat ik op de repetities kwam. En dat ik dan zat te kantelen, flink wat biertjes tot me nam. En dat ik de volgende dag het niet eens redde om bij het optreden te komen. Dat hebben jullie me altijd vergeven. Ik was de keer daarop weer altijd welkom. En dat jullie waarschijnlijk wel aan me zagen wat mijn situatie was in die tijd. Gelukkig gaat het nu stukken beter. Dat weten jullie ook. Alles gaat goed. Ik heb niks te klagen. En dat komt ook mede door het... Café Chantal en jullie warm welkom en de warmte die ik altijd heb mogen ontvangen in mijn mindere periode. Dus daarvoor hartelijk dank. Jullie hebben altijd een heel bijzonder plekje in mijn hartje. Beste kijkers, het is maar dat u dit weet.